Dit is het OVN2-journaal, met vandaag. Asterix en Obelix breken in bij de scouting. En verder, een grote ruil tussen de Pirate Angels en de Banditos. Hier is uw nieuwslezeres, Betty Bericht. Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom bij het OVN2-journaal van... Hoe laat is het eigenlijk? Jongens, hoe laat is het? 12:54. 12 uur, welkom bij het nieuws van 12:54. We beginnen het nieuws over een inbraak. Op klaarlichte dag filmde een voorbijganger twee verdachten die bezig waren met een inbraak. Op de film is te zien hoe Asterix en Obelix inbreken bij Scouting Schoonhoven. Na een lange achtervolging en wat overdrank wist de politie Asterix te pakken. Obelix is vooralsnog voortvluchtig. Van het signalement is een compositieschets gemaakt en mocht u weten waar Obelix zich schuilhoudt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met politie op nummer 211. En dan, er is nog steeds grote onrust tussen de Pirate Angels en de Bandidos. Ook vandaag gingen ze met elkaar op de vuist. De twee partijen liggen al langer met elkaar overhoop om de aanleg van het ponton. Beide partijen eisen het stukje op. Volgens kenners is er nog wel hoop voor een oplossing. Vandaag werd er in Schoonhoven een bijzonder kunstwerk onthuld ter ere van het Schoonhovense zilver. Bij de onthulling waren ook vele BN'ers aanwezig. Zo was ook daar de historicus Maarten van Rossum. We vroegen Maarten wat hij van het kunstwerk vond. Wat vind ik van het kunstwerk? Ja, wat zal ik zeggen? Ik vind het eigenlijk volstrekt belachelijk. Echt belachelijk van de bovenste plank. Een soort bij elkaar geraapte PVC-buis of is het spaghetti gekookt of ongekookt. Je komt er eigenlijk niet uit. Het is volstrekt onzin. Ik weet ook absoluut niet wat de functie is. Het schijnt een zalm te zijn. Hartelijk dank voor uw reactie. Ook onze eigen cabaretier, Mark Marie, was erbij aanwezig. Ook hem vroegen we om een reactie. Ja, het is eigenlijk een beetje bijzonder, hè? Dus ik kom eigenlijk nooit in Schoonhoven, ik kom zelf uit Tilburg. Maar ja, het is wel apart of zo. Ik weet niet wat het is. Het is een vis. Oh, ja, dan weet ik. Ja, dat wist ik niet, hè? Kijk, u hoort het wel. Een bijzonder kunstwerk. Vanmiddag werd de onthulling gedaan door prinses Beatrix. En ook haar vroegen wij om een reactie. Ik ben zelf een groot liefhebber van kunst. Op alle gebieden de beeldende kunst en natuurlijk de vrije kunst zoals dit. Ik ben bijzonder verheugd om hier te mogen zijn in Schoonhoven. En ja, ook dit kunstwerk doet mij erg denken aan mijn eigen zoon Alexander. Hij maakte een dergelijk kunstwerk toen hij rond een jaar of 4, denk ik, was op de kleuterschool. Daar doet het erg aan denken. We worden prinses Beatrix. Dank u wel. Voordat we gaan kijken naar Superheld TV, krijgt u van ons nog het weer met Wanda de Wolk. En dan nu het weer met Wanda de Wolk. Ja, dat ben ik. Dag dames en heren. We beginnen vandaag met het weer van vandaag. Weer. Ja. Vandaag trok er een lichte depressie. Oh. Van noord naar zuid over het land. En de zon scheen achter mij. De wolk. Wanda de wolk. De temperatuur lag vandaag boven de min 30 en haalde in sommige plaatsen zelfs een temperatuur van onder de 40 graden, hemeltje. Ah, dikke spetters en spatters. Goed, we gaan over naar de wereldkaart. Loopt u mee? Le spetters en spatters. Hier is Wanda weer. We kijken even naar de wereldkaart. En dan zien we hier in Duitsland, daar in België, daar is veel storm. Ja, enorme storm. Enorm storm. Ah! En spetters en spatters, overal. Kijk hier, dat is Luxemburg. En natuurlijk kan het oplopen met de regen, de wind, de bliksem, naar de bliksem. En 50% kans op droog weer en 50% kans op regen, laat maar zeggen. Laten we het daar maar op houden. De wind in de studio... Oh, is niet te harde. Oeh, sorry. Buiten is het vrij rustig en de temperatuur varieert van 12,1 tot 12,2 graden. Nou, dat was het weer. Tot volgende keer weer. Alweer. Ah!
hap. Oh, 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 oh. Hartelijk welkom bij Superheld TV met vandaag professor Bill Buis. We gaan alle superhelden bespreken met al hun superheldendaden, dus hou hem hier! Professor Bill Buis, fijn dat u er bent. Goeiedag, Rudy. Het is natuurlijk een hele drukke week geweest vandaag. Dat weten we allemaal. Gaan we het allemaal over hebben, uitgebreid. Precies, net als elke week bespreek ik zoals altijd alle superheldendaden hier op Superhelden TV. Onze Bob de Bouwer, de bouwer die wij allemaal willen hebben voor onze bouw. Nou, ja, we zullen eens kijken wat Bob de Bouwer deze week uitgesproken heeft. Maar het probleem is een beetje, zoveel heeft Bob de Bouwer niet gedaan. Er waren wat projectjes die gedaan moesten zijn, maar ik heb begrepen van de betrokkenen dat daar nog steeds niet zoveel gedaan is. Oei, bouwvak natuurlijk. Maar, maakt niet uit, gaan we snel door naar onze volgende superheld. Onze volgende superheld, beste kijkers, is in dit geval Mega Mandy. Professor, wat heeft Mega Mandy voor superhelden gedaan deze week? Mega Mandy hebben we nog wel gelokaliseerd boven Brussel afgelopen week. Dus ze is nog actief, zullen we maar zeggen. Alleen wat ze gedaan heeft, geen idee. Ik heb niemand gesproken die geholpen is. Momenteel erg rustig in die kant van het land. Oei, maar ja, dat is nog niet zo heel erg. Want, beste kijkers, we hebben natuurlijk ook nog onze enige echte Superman! Zeker! Superman! Professor, wat heeft Superman voor jouw super helden gedaan? Het toeval treft dat Superman heeft geloof ik het vliegtuig genomen naar Griekenland vandaag. Is ons niks van bekend. Ik heb niemand zien vliegen. Hij is ook niet gesignaleerd de radar. Een beetje vaag verhaal. Ook niet heel actief. We hebben natuurlijk ook nog Batman. Batman is onze superheld als Superman niet kan. Professor! Ja, het is een beetje afwijkend deze week. Normaal wil je natuurlijk altijd goede berichten brengen. Maar ook van Batman, hoe goed hij ook is, ontbreekt bijna alle sporen. Oh nee! Ja. We hebben natuurlijk nog Zorro! Professor, hoe zit het met Zorro? Toevallig ken ik Zorro zelf persoonlijk. Goede vriend, vaak contact. Geen zorgen over te maken. Ik heb hem gesproken, hij zit thuis. Hij zit thuis? Ja, het is ons niet bekend dat hij überhaupt het huis verlaten heeft. Hij heeft natuurlijk zo'n GPS-enkelband. Ik geloof dus niet dat ik daar heel goed nieuws over kan melden. Maar last but not least hebben we natuurlijk ook nog Spider-Man! Professor! Nou, we hebben natuurlijk nog Spider-Man! Ja, maar daar komen we ook meteen bij het probleem van deze week. Van Spider-Man, normaal zien we altijd de webben wel hangen waar hij geweest is. Horen we op Facebook alle berichtjes van mensen die geholpen zijn. Op het wide web van hem. Maar het ontbreekt ook ieder spoor. Er is geen touw aan vast. U wil dus eigenlijk zeggen dat op het moment er geen één superheld... Dat is het probleem. Er is niemand op dit moment die in het veld aan het werken is als superheld. Helemaal niemand. De wereld is hulpeloos. Waarom helpen ze ons niet? Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Waardoor ze ons niet helpen... Niks. Helemaal niks. Moet iets gebeurd zijn. Maar zouden ze kunnen vinden ergens? Laat ik het zo zeggen, ze worden nog wel eens gezien. Speld naar een hooiberg. Je moet wel een hele club mensen hebben, wil je die superhelden kunnen vinden en achterhalen wat er misgegaan is. Maar je moet minstens met 50 man zijn, anders dan speld naar een hooiberg. Dat ga je nooit vinden. Precies. Ik bedoel, Superman zit daar, Spiderman zit daar, wij zitten hier. Ga je nooit vinden, tenzij een grote groep mensen. Maar waar halen wij een grote groep mensen vandaan die ons kan helpen?
Waar halen een grote groep mensen vandaan? Wie zou ons daar nou even kunnen helpen? Er moet iets gebeuren. Laten we wel wezen. Het kan nu zo misgaan. Daar kom ik later op terug. Ik heb van een groep hier in Schoonho, waar ik pas toen aan het werk was gehoord, ik ga daar langs. Sterk nog, ik ga dat nu doen. Ik kom nu bij jullie langs.